Welkom beste kijkers bij Soccer Reporter TV. De competitieseizoen 2018-2019 zit er weer op. En gaan we beginnen aan het toetje de na-competitie. Allereerst wil ik de kampioenen uit onze regio, Nivo Sparta, Arkel, Sleewijk, MV58 en ONI feliciteren met het kampioenschap. Ook alle periodekampioenen gefeliciteerd. Soccer Reporter gaat zaterdag 1 juni naar Sportpark Het Plein om een videosamenvatting te maken van de na-competitiewedstrijd en 5 Herenlanden derby HZC 61 SV Meerkerk. De winnaar van deze wedstrijd speelt in de volgende ronde weer thuis tegen de winnaar van Brederodes GDC. In terugblik laten wij u de doelpunten zien van SVW Arkel. HZC 61, het team van trainer Gerrit Molenaar, heeft een uitstekend seizoen achter de rug. De pleinbewoners eindigden op de tweede plaats met 1 punt achterstand op kampioen Sleewijk. Uit de laatste 8 competitiewedstrijden werden liefst 22 punten binnengehaald. Uit of thuis maakt wel verschil uit voor HZC 61. Thuis werd 10 keer gewonnen, 2 keer gelijk gespeeld en 1 keer verloren. Uit werd 5 keer gewonnen, 4 keer gelijk gespeeld en 4 keer verloren. HZC scoort gemiddeld 2,38 doelpunt per wedstrijd en krijgt gemiddeld 1,23 doelpunt tegen per wedstrijd. De bekerwedstrijd uit tegen SV Meerkerk won HZC 61 met 1-3. Topscorer bij HZC 61 is Bas Scheenhaard met 19 doelpunten. Het SV Meerkerk van trainer Gerrie Schaap heeft zich knap hersteld van een belabberde competitiestart en heeft lang moeten strijden om na competitie voor degradatie te ontlopen. Daarom complimenten voor de geel-zwarte die door een sterke eindsprint geen na competitie voor degradatie, maar na competitie voor promotie naar de tweede klas gaan spelen. SV Meerkerk eindigde op de 9e plaats, maar bleef de laatste 5 wedstrijden wel ongeslagen. Uit of thuis maakt wel verschil uit voor SV Meerkerk. Thuis werd 7 keer gewonnen, 4 keer verloren en 2 keer gelijk gespeeld. Uit werd 3 keer gewonnen, 7 keer verloren en 3 keer gelijk gespeeld. SV Meerkerk scoort gemiddeld 1,65 doelpunt per wedstrijd en krijgt ook gemiddeld 1,65 doelpunt per wedstrijd tegen. Topscorer is Jury Blanken. Ja, alle ingrediënten zijn aanwezig om er een leuke en spannende wedstrijd van te maken. We laten u nu de doelpunten zien van SVW Arkel. Ja beste kijkers, het zit er weer op. Kom zaterdag in grote getalen naar Sportpark Het Plein om hopelijk van een leuke en spannende wedstrijd te genieten. Bent u helaas verhinderd? Geen probleem, want vanaf zaterdagavond kunt u een videosamenvatting zien van de wedstrijd op soccerreporter.nl en regiovoetbal.nl. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.